deelnemen met je. Ja, zeker. Waarom? 25 kilometer gestept, samen met mijn dochter. Ja. Maar waarom? Voor het goede doel, hè? Voor de stichting Stop Hersentumoren. Oké. En jij? Nou, ik doe mee omdat mijn tante zelf ook kanker heeft eigenlijk. En ja, moet er toch wat voor doen. Ja. En ik vind het zelf ook gewoon leuk om mee te doen. Ja. Het heiligt twee doelen dus. Ja. Okay. En ze kan mijn vader in de gaten houden. Ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Waar zijn jullie mee bezig? Waar zijn we bezig? We zijn aan het fietsen voor een strijd tegen kanker, met name hersentumor. En nou, dat is het grootste doel, hè? Samen met mijn zoon en een grote vriend van mij. Okay. Dus we zitten op 42 kilometer, hartstikke goed, hè? Ja. Yep. Dus helemaal geweldig. Dus alle centjes voor het goede doel. Oké, we zijn al behoorlijk hoog, hè, met hetgeen wat binnengekomen is. Ja, voor mij boven de 100.000 euro, als ik het goed heb gelezen. Dus ja, helemaal gek. Dus ik kom gaan voor z'n allen. Oké, bedankt. Goed zo. Succes. Dankjewel. Goed. Yep. Vertelt u eens, waarvoor bent u met deze actie bezig? Omdat ik het een leuke fietstocht vind. Ik wil graag van u weten waarom u met de bergentocht tegen kanker bezig bent. Omdat ik een nichtje heb die dus een hersentumor heeft. Oké. Okay. Ja. En daar gaan we voor, hè? Met z'n allen. Ja. Ze hebben wel heel veel geld opgebracht, hè? Ja. Bij elkaar. Ja. Ik weet niet precies hoeveel, maar... Een ton. Een ton al? Ja, er is een ton binnen. Zo stond gisteren tenminste te tellen. Oké, dat is heel wat. Wie weet komt er vandaag nog wat bij met de loterij. Pas wel. Ja. Succes. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Succes, hè. Dank je. Mag ik eens vragen, waarom doen jullie mee met deze actie? Nou, ik doe voor het vierde jaar nu mee omdat een vriend van ons een hersentumor heeft en ik wil hem daar graag bij helpen. Okay. En ja, natuurlijk ook voor alle andere mensen. Ik vind het gewoon een supergoed initiatief. Ja. Ik wil graag meedoen omdat ik mijn vriendin een steentje wil helpen wat soms alleen moest. En ik wil heel graag mensen helpen die een hersentumor hebben. Ja, goed werk. Dank wel. Oké, bedankt, hè. Jo, dank wel. Jo. Ja, moet je er niet volgen staan? Hamstrak! Goed zo. Doel, en ik denk dat we dat gewoon niet uit het oog mogen verliezen.
En uit het respect voor al diegenen die hier niet meer bij kunnen zijn, zou ik jullie graag vragen om 1 minuut stilte. Dank jullie wel. Goed, dan gaan we verder. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die aan deze dag hebben bijgedragen om er een succes van te maken. Het is altijd heel moeilijk om iedereen bij naam te noemen, want je vergeet altijd wel iemand. Er zijn natuurlijk een aantal groepen die we toch wel even willen noemen. Dat is natuurlijk onze gast hier, DVSA. Weer geweldig bedankt. En dan verder natuurlijk niet te vergeten, iedereen van de muziek, alle bands, de vrijwilligers, EHBO. Geweldig bedankt voor deze ontzettend mooie dag. Er komt natuurlijk nog een stukje achteraan, want zonder sponsoren, deelnemers, familie en vrienden is zo'n dag ook niks. En dus ook jullie allemaal geweldig bedankt voor jullie inzet. Ja, en dan waar we met z'n allen zo hard voor gewerkt dit jaar. Nou, hiernaast staat Ruud met de check. Die gaan we overhandigen aan Klaske. Het is laat in, maar in. Wow! 122.513 euro. Een applausje voor jezelf. Nou, verder wil ik iedereen die we zo in een goede thuisraad wensen. En nogmaals onwijs bedankt voor jullie aanwezigheid en deelname. En tot volgend jaar. Dank jullie wel. Nou, ik ben Klaske Hofsteen, voorzitter van de Stichting Stop Hersentumoren. En 3 jaar geleden vond ik het genoeg om Stemmen tegen Kanker op de Alpe d'Huez te organiseren. Er zijn altijd wel mensen die willen meehelpen. En ik wilde een nieuw evenement en we bedachten Bergentocht. En ik benaderde deze kanjers. Ze hadden ook al geholpen met de laatste keer Stemmen. Maar het was wel heel ver weg in Frankrijk. Ze wouden best wel wat in Nederland doen. Dus daar was de Bergentocht. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan. Door jullie is dit een succes geworden. Fantastisch. Maar nu, wij willen volgend jaar weer. En ik kan het niet alleen doen. Ik heb organisators nodig. En het liefst een groep 4, 5 mensen die elkaar goed kent. En die elkaar kan vertrouwen. Dat als de een tegen de andere zegt, doe jij de catering, of doe jij de pijlen, doe jij de route, doe jij de deelnemers shirts, dat je dan op elkaar aan kan, dat je weet dat dat goed komt. Stichting Stop Hersentumoren geeft daarbij ondersteuning met website, met deelnemers in aanmelding, met alle donaties, alles verzorgen wij voor jullie. Maar de dag zelf, die moeten jullie neerzetten. Dit team Kanjers heeft gezorgd dat we op de kaart zetten. Dus het deelnemerswerven is niet zo intensief meer als de laatste 3 jaren. Bovendien weten we waar alle knelpunten zitten en alle kinderziektes. Dus het is een stuk makkelijker dan het opzetten van een evenement. Dus iedereen die een team, vrienden, familie, Kanjers op zich heen heeft, 4, 5 mensen, kom bij ons, meld je via info@hersentumoren.nl, schiet mij aan of schiet een van deze groene kikkers aan. Probeer het volgend jaar door te laten gaan, want ik kan dat niet in mijn eentje. Dank jullie wel.
Mensen, de dag is afgesloten. Dank jullie wel, nogmaals.